Dat klinkt als de helikopter van Tom. Hier, ik ben hier. Hallo. Hij weet niet dat ik verdwaald ben. Norbert? Zit jij me te plagen? Ik heb honger. Is iedereen in orde? Oh, Sam! Ik zat toch zo in mijn piepzak? Oké, we zetten je terug op de weg. Waar is Klaas? Hij ging hulp zoeken. Het is zo'n hel. Heeft hij de bus verlaten? Ik zal hem wel even bellen. Geen bereik. Klaas kan wel overal zijn. Elvis, maak jij de sleepkabel vast aan de bus? Dan bel ik Tom. Okido, Sam. Tom, hier Sam. Klaas Kozijn is nog buiten. We hebben je nodig om hem te vinden. Geen probleem, Sam. Maar ik moet wel iemand hier bij me hebben. Ik help je graag, Tom. Oké, Sam. We zijn er klaar voor. Maar nu nog de chauffeur. Ik heb een hond. Een hele grote, hoor. Woef, woef. Oh, tijger. Wat doe jij nou helemaal hier? Daar beneden. Hij zit vast in het moeras. Goed gezien. Ik denk dat je moet neerlaten met de dubbele harnas, Sam. Ik ben er klaar voor, Tom. Alles goed, Klaas? Ja, tijger hielp me gezellig trap. Ik had beter moeten luisteren en bij de bus moeten blijven. Nou, jullie zijn in ieder geval ongedeerd. En ik denk dat we het wilde beest van Piekepolder ook hebben gevangen, hè, Norbert? En nu naar huis. Parachute? Je wilt toch niet zeggen dat je de parachute vergeten bent? Ja. Norbert, pak! Hij vliegt naar de hoofdstraat! Oh, kom mee allemaal! Kom rennen! Wegwezen! Ik ga brandweerman Sam bellen. Wat? Is er een stuurloze raket onderweg naar de hoofdstraat? Meld je, Sam. Er is een raket onderweg naar de hoofdstraat. Dit is geen oefening. Niets lanceren tot wij weer terug zijn, Mark. Gelukkig hadden wij vandaag die training, hè, Elvis? Ja, maar waar zou die andere raket nou vandaan komen, Sam? Huh? Toch niet uit de ruimte? Die kan alleen maar komen van Norbert Puk. Vlammen van Vlaardingen. Elvis, haal de slangen. Jenny, zet de omgeving af. Oké, Sam. Iedereen achteruit. De raket kan gevaarlijk zijn. Ah, dus dit is jouw raket, hè, Norbert? Ja, het was een ongeluk. Oké, maar eerst moet ik weten waar jouw raket van gemaakt is. Zitten er gevaarlijke stoffen in? Dat weet ik echt niet meer. Ik heb alleen maar gedaan wat hier staat, alleen een beetje meer. Heb je er echt niets anders in gestopt? Nee, alleen dat spul. En heel veel. Het is een eenvoudige flesraket, maar wel een hele grote. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Het spijt me. Ik wilde alleen maar net zo'n gave raket bouwen als Mark heeft.
Mark heeft er jaren voor moeten studeren om een veilige raket te kunnen bouwen. Dat is niet iets wat je in één dag leert. Dat weet ik, Sam. En nu heb ik zijn lancering ook nog verknald. Dat hoeft niet per se. Als de winkel veilig is, hebben we nog tijd genoeg om naar de lancering te gaan. Dank allemaal voor jullie komst. En een speciaal dankjewel aan de Piekepolderbrandweer, die ervoor zorgt dat we allemaal veilig zijn. Goed zo. Dus is het nu de beurt aan mij om te zeggen... 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Oeps. Beetje naar stuurboord dus. Ach, wat een mooie, rustige dag om te vissen. Ik vind de golven toch wel hoog, hoor. Kom op. Ga nou over. Oh, daar is die. Ik moet die Diebertje even bellen. Sorry, schat, maar de telefoon moet vrij blijven. Voor als Sam me nodig heeft. Wat? Ik moet altijd klaar en beschikbaar zijn. Ik ben reservebrandweerman. Dat weet ik hoor, lieverd. Doe nou. Oké. Eerst gaan we wat kreeftenfuiken overboord zetten. Ah, dat was precies mijn idee. Overboord! Perfect. U heeft ze van de boot losgemaakt. Dat klopt. En hoe krijgen we ze dan weer terug? Ik heb geen flauw idee. Ik ga even poetsen. De radio. In de kajuit. Daar zo. Ja, dan zal ik de fuiken maar weer opvissen. Nee, sorry, Mark. Nog geen noodgevallen. Nee, als we je nodig hebben, zullen we je bellen. Ja, ja, dag. Goed dat ze zo enthousiast zijn, hè? Misschien iets te enthousiast, Elvis. Kom op. Ga over. Bel, ik ben klaar en beschikbaar. Dat was even hard werken, zeg. Oké, Karel. Alle hands aan dek. Hoe kan ik helpen? U kunt de fuiken controleren op krabben en kreeften. Oh, is goed. Oh, en niet uw hand erin stoppen zonder eerst te kijken. Krabben en kreeften kunnen gemeen... Au! Oh, ga weg! Weg, weg, weg! Zal ik u even... Oeh, oh. Zeg! Oh. Wat jammer. Het was zo'n grote... Karel, ik ben niet zo'n goede hulp, geloof ik. Niet echt, nee. Weet je, ik weet niet zoveel van de zee. Eigenlijk ben ik helemaal geen zee-expert. Waarom zei u dan van wel? Nou, ja, jullie dachten dat ik het was. En ik wilde jullie niet teleurstellen. Norbert zit vast in de put bij het wandelpad. Zo snel als je kunt erheen, Sam. Misschien zit hij zonder eten. We kunnen het frame niet gebruiken om ons te laten zakken. Die staat nog op de oevertoren. We hebben geen tijd meer om die te pakken. Dan zul je in de put moeten abseilen, Sam. Succes, man. Hier, Norbert. Hier heb je wat vitamine. Dank je, Bob. We zijn er bijna. Daar is Sam! Hij is er! Haal hem eruit, Sam! Oh, alsjeblieft! Natuurlijk doen we dat, Diewertje. Oké, Jenny. Maak het touw vast aan die paal daar. Ik kijk bij Norbert. Oké, Norbert. Ik kom abseilen de put in om je te halen. Okido, Sam. Doe je wel voorzichtig, Sam. Oh, wat is hij toch dapper.
laten vallen. Laat dat maar zitten, Norbert. Wat deed jij daar in die put, Norbert? Het spijt me, mam. Ik kon niet wachten tot mijn verjaardag voor een nieuw skateboard. En toen ik hoorde dat de put vol met centen lag, dacht ik, dan koop ik daar een nieuwe van. Oh, wat ben jij toch een ongeduldige jongen, Norbert Puck. Ik weet het. Sorry. Maar mam, ik was ook zo gek op mijn skateboard. En daarom kocht ik dit. Wow, dankjewel Klaas. Maar op twee voorwaarden. Niet spelen in de put. En niet skaten in de winkel van je moeder. Dat is goed. Ik beloof het. Hé, doe nou. Wat heb je nou precies gewenst, Klaas Kozijn? Ik wenste dat je broodjes kaas had gemaakt voor de picknick. Ik hou niet zo van leverkaas. Oh. Je kunt het, Elvis. Doe het maar. Ik hang je maar wat rond met daar beneden de grond. Met mijn helm goed op, val ik zo op mijn kop. Ja. Ja. Uitstekend gedaan, Elvis. Oei. Goed zo, Radar. Hij heeft de laars. Ho, ho, hij heeft de laars. Hij heeft de laars. Goed zo, Radar. Hij is zo geweldig. Oh, wat schattig, hè, Klaas? En los, Radar. Oh, ja. En iemand moet die laars nog aan. Ja, baas. Geef de laars nou terug, Radar. Goed. Voordat we de dakredding uitvoeren, wil ik nog even benadrukken dat iedereen achter het touw moet blijven. Veiligheid staat voorop in de Piekenpolderse brandweer. Zullen we nu gaan? Wil je dan geen hoofdcommandantje spelen? Nee. Ah, goed dan, bangerik. Oh, waarom gaan we de dakreddingsoefening niet vanaf de beste plek bekijken? Oh, oké. Wat? Daarboven? Ja, veel beter dan van achter dat stomme touw, veel te ver weg. Dit is een noodgeval. Er is een enorme brand. Maar gelukkig, daar komen Sam, Jenny en Elvis om te blussen. Wauw, dit is machtig. Schuif eens op, Jaap. We gaan wat dichterbij zitten. Ik durf niet te bewegen. Hebben luchtversterking nodig. Haha, daar is Tom met zijn helikopter. Ik heb je, Jaap. Die zit in de problemen. Elvis, we gebruiken de ladder van Jupiter hiervoor. Oh, dat is mijn Norbert! En mijn Jaap! Oké, we hebben jullie zo weer beneden, jongens. 3 en 4, weeg met plezier. Nee, niet hier! Sorry, baas. Wegwezen, wat? Volgens mij vindt Tijger u leuk, baas. Een brandweerkazerne is geen plek voor een kat. En trouwens, zou jij Radar niet eens uitlaten, Crispijn? Het staat bovenaan mijn lijstje, baas. De grot van kapitein Norbert. Drie dubbel A.
Jongens zijn nou eenmaal betere kapiteins. En ik ben een jongen, snap je? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Hé, jongens, help eens even. Kijk wat mam heeft meegegeven. Wauw, ik heb nog nooit zoveel sandwiches gezien. Kom op, Jaap. Laat de meisjespiraten maar de zandkastelen maken. Wij gaan ons schippen, mannen, en schatten vinden. We zullen ze wel eens laten zien wie de beste piraat is in Piekenpolder. Zullen we doen. Hoe zit dat met die piratenpicknick? Laat dat maar gerust aan mij over, hoor, Jaap. Oh, een man voor staal. Ja. Fort! Kijk toch niet zo naar mijn broodje tonijn, kat. Daar staat hij. Oh, en niemand bewaakt hem. Ik zei toch dat jongens betere piraten zijn? Kom Jaap, we gaan de schat plunderen. Voelt zwaarder. Laten we het naar de sloep gaan brengen. Heel goed idee, Mandy. Ja, wat zullen die op hun neus kijken als ze de piratenpicknick zien? Kapitein Sarah. Weet je zeker dat we alleen weg mochten, kapitein? Arr, de zee is kalm. En de meiden krijgen ons hier nooit te pakken. Dit is nou wat echte piraten doen. Weet je, ik ben bek af. Ik ook. Dus ik ga nu lekker een piratendutje doen. Arr. Oh. Oh. Stop nou. Vliegende vlammen in Vlaardingen. Dat is natuurlijk dat vliegtuigje weer van Jaap. Oh. Huh? Oké, Sam. Rustig maar, Dolly. Je bent zo weer veilig, hoor. Oh, nou, ga weg. Ja, Harris. Goed zo, Elvis. Oh, hey, een briefje. Oh, nee. Jaap en Norbert zitten vast in een boom. We zorgen dat Tom je gauw naar beneden brengt, Elvis. Jenny, let jij op de kazerne? Ik ga Jaap dat vliegtuigje persoonlijk teruggeven. Ik hou het niet. Niet loslaten. Oh, oh, kijk. Hoera! Volhouden, Norbert. Hij gaan we ze op dezelfde manier redden als we bij Dolly hebben gedaan. Deze keer niet, Elvis. We moeten eerst Norbert redden en dan Jaap. Jij haalt het vangnet, ik de ladder. Oké, Sam. Snel, ik hou het niet lang meer vol, Sam. Laat je maar vallen, Norbert. Wij vangen je op. Dat was leuk. Rustig maar, Jaap. We hebben je zo weer beneden. Dank je, Sam. Oh. Volgens mij is dit van jou, Jaap Jansen. Ja. Nou, omdat je het dit keer goed hebt gebruikt, zullen we het er verder maar niet meer over hebben, hè? Oh, dank u, brandweercommandant Staal. Ja, het was erg dapper om het naar Piekenpolder te vliegen. Ook al wisten jullie dat jullie in de narigheid konden komen. En je was een prima piloot. Bijna net zo goed als ik toen ik commandant sta... Oeps. Aha, als ik het niet dacht. Ik leerde Jaap alleen maar hoe je moest vliegen. Dat is niet waar. Goed, dan zit er nog maar één ding op. Afstandsbediening, Jaap. Bedankt, Norbert. Nu wordt mijn vliegtuig afgepakt. Nee, Jaap. Het is tijd dat iemand jullie laat zien hoe je zo'n ding moet vliegen. Oh, ik herinner het me weer. Ja, dan draait hij. En bukken! Huh? Bukken!
Ik zal maar eens laten zien hoe netjes Dirk is. Wacht eens even. Stinkbommen, een nepvlieg en als ik het goed heb... Ha! Een schrikslang. Prachtig. Die stiekeme Dirk toch. Hij doet zich wel zo netjes voor, maar hij is net zo grappenmaker als ik. Hij is niet zo braaf als ik dacht. Ik hoop maar dat hij gauw terugkomt. Dan kunnen we samen spelen. Eigenlijk is hij al veel te lang weg. Als het maar goed met hem gaat. Waarom verzon ik toch dat verhaal van die piekepolderpoppies? Wat als hij verdwaald is? Hij kan in gevaar zijn. Oh, ik laat Mam bellen met brandweerman Sam. Die weet wat hij moet doen. Oh, nee. Neef van Norbert Puk is verdwaald in de bergen. Ah, die cake zal nog even moeten wachten. Neefje van Norbert Puk is verdwaald in de bergen. Norbert weet waarschijnlijk waar hij is. Dus ga langs de supermarkt van Diewertje en neem hem mee, Sam. Volgens mijn kaart zou Dirk hier ergens moeten zijn. Dus hier moet hij ergens zijn. Zet de sirene maar af, dan kunnen we hem eventueel horen roepen. Help! 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 Oh, luister, ik geloof dat ik hem hoor roepen. Bewegen, Dirk. Brandweerman Sam zal je komen redden. Dat plateau is niet stevig. Hij moet er zo snel mogelijk vanaf. Het gaat weer om samenwerking, net als bij de sleutel van Elvis. Alleen ben ik nu de haak. Goed, Elvis, jij bedient de lier. En Jenny, jij geeft hem aanwijzingen. Oké, brandweerman Sam. Langzaam, Elvis. Hij is er bijna. Je weet hoe gek die op dat schaap is. Geen angst, Diewertje. Oh. Oh. Ik weet zeker dat Jenny en Elvis hem zullen vinden. Ik blijf hier. Oh, en ik hou je gezelschap. Oh, heel aardig, Klaas. Maar Norbert heeft me nodig. Ik wil met jullie mee. Oké, Diewertje. Maar dan moet je wel een reddingsvest aandoen. Jenny voor Sam. Ik heb je hulp nodig. Norbert Puk is het water opgegaan. Ik denk richting weilanden. Goed. Ik blijf dus hier. En kijk ook uit naar tijgers, Sam. Doe ik, Brenda. Komt goed. Oké. Iedereen aan boord. Oh, aan de kant, tijger. Straks zijn we allemaal weer veilig thuis. Zo, allemaal stilzitten, hè? Help! Help! Oh, mannetje, kom terug! Jongen, overboord! Zullen we het ergens anders gaan proberen, Sam? Niet nodig. Kijk, daar beneden. Sam voor Jenny. Norbert zit in Breukersveld. Hij is in het water. Ga er snel heen. Doe ik, Sam. Mam! 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 Oh, mijn schattenboutje toch. Zo, je bent er veilig, Norbert. Waar is Volletje?
Oh, fijn. Je had dus gewoon binnen moeten blijven, jongeman. Een overstroming is levensgevaarlijk. Sorry, brandweercommandant Staal. Ja, maar het was wel heel dapper van je om Tijger, Wolletje en Schapenkind te redden. Ja, dat was het zeker. Niet waar, Tijger? Ook al moesten we uiteindelijk jou redden. Hatsje! Heeft iemand misschien mijn vissersboot gezien? Nee, maar nu het water weer gezakt is, kunnen we die gaan zoeken. Ja, en dan kan er ieder weer terug naar zijn eigen huis. Of stal. Ik denk niet dat we lang hoeven te zoeken, hoor. Die vissersboot is zo groot, die zie je zo. Je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Koppel het harnas. Dag hoor, kleine walvis. Dank je, Tom. Komt het wel weer goed met hem, Sam? Vast wel, nu die weer thuis is waar hij hoort. Graag gedaan, Mandy. Oké, Mandy. Laten we naar mijn huis gaan en kijken wie de meeste zeebeestjes heeft. Alsof we dat al niet weten. Wat willen jullie doen? Nou, maar ze kunnen toch niet praten, Mandy? Hoe weet jij dat nou? Daar gaan jullie. Terug naar waar jullie horen. Hallo? Ik ben nog steeds de winnaar, oké? Wat jij wilt! Eindelijk! Een mooie foto van de Piekenpolder Brandweerbrigade. Sorry allemaal. Ik geloof dat het rolletje vol is. Maar je had er vanmorgen toch een nieuw rolletje in gedaan? Waar heb je dan allemaal foto's van gemaakt, Klaas? Ik heb foto's gemaakt van... Er is telefoon. Kijk, ik heb wat tomaten, spek. Oeh, en lekkere worstjes. Stel brand in mijn sambellen. Nee, er is brand in de keuken van Mark Voet. Brand in de keuken bij Mark Voet. Ga er zo snel mogelijk heen. Ze zijn onderweg bij Jupiter. Dus ik ben net een echte brandweerman, dankzij mijn radio. Staal voor Jupiter. Ah, daar gaat hij weer. Jupiter. Ik weet niet of je wel moet luisteren. Hoor je me? De keuken van Mark Voet staat in brand. Je moet er zo snel mogelijk naartoe. We zijn onderweg, baas. Brandweerman Jaap, snel te hulp. Maar Jaap! Oh nee, dit is een echte brand. En misschien is Mark nog binnen. Ik moet hem waarschuwen. Ja, brandweercommandant Staal. Ik sta veilig buiten. Oh, goed zo. En niet weer naar binnen gaan. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Oh, Mark, heb jij Jaap soms gezien? Nee, Sarah. Help! Het is een
Wat? Waar is hij? Oh, nee. Geen paniek. Daar is brandweerman Sam. Die weet wel wat hij moet doen. Brandweerman Sam? Jaap is daar binnen. Wat? We hebben geen tijd te verliezen. Ja, daar zit je. In de woonkamer. Ik zie niks meer. Elvis, schakel de stroom uit. Ik haal Jaap. Jaap, pak mijn hand. Ik leid je naar buiten. Zo, de brand is geblust, hoor. Bedankt, Sam. Ik zal nooit meer naar zo'n brandweerradio luisteren. Ah, dus daardoor was jij ons elke keer een stap voor. Je gebruikte een brandweerradio. Het spijt me. Ik wou zo graag brandweerman worden, net als jij. Maar nu hoeft het van mij niet meer. Niet zo snel opgeven, Jaap. Een dappere knul als jij kan later een heel goede brandweerman worden. Echt waar? Ja. Je moet alleen eerst goed getraind worden. Misschien kun je tot die tijd wat meehelpen in de kazerne. Ja! Het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Het spijt me, baas. Maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, commandant? Ah! Oh, nou, zeg, dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptune stil? Er is iets mis. Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee, maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou, laten we nu de schroef vrijmaken. Dan sleep ik je weer terug naar de wal. Het spijt me zo. Ik had vandaag thuis moeten blijven. Hoewel ik je plichtsbesef waardeer, nam je veel risico door jezelf en anderen in gevaar te brengen. Weet ik. Ik zal het niet meer doen, baas. En het spijt me, Sam, dat ik je vrije dag verknald heb. Ach, ik was toch al onderweg. Het is moeilijk om thuis te blijven als je de beste baan van de wereld hebt. Daar heb je gelijk in, Sam. Gezondheid. Gezondheid. Als alles maar goed gaat met Mark. We moeten samen nog een duet zingen. Maak je niet druk, Elvis. Er is vast niks met hem aan de hand. Kom maar mee. Goed. Zit hij hierachter? Oké, Mark. Ga zo ver mogelijk achteruit. Ik sla de deur in met mijn bijl. Ga je gang, Sam. Tijger, spring hierin. Dan blijf je droog. Ga je het water niet afsluiten? Of eerst de pomp halen? Eén ding tegelijk. We moeten eerst weten of Mark wel veilig is. Mark, ben je ver genoeg weg van de deur? Ik denk het wel, Sam. Pak mijn hand, Mark. Bravo, Sam. Ah, tijger is gered. Je bleef heel rustig. En je deed één ding tegelijk. Oh, ik wou dat ik dat gedaan had. Dan had ik nou niet zo'n troep gemaakt. Geef niet. Je bent weer veilig.
Ja, dank je, brandweerman Sam. Kom op, Mark. Laten we ons duet gaan zingen. Wacht eens even, Elvis. Eén ding tegelijk, weet je nog? Ja, ik ga de hoofdkraan afsluiten. Elvis, ga mee de pomp halen om al het water weg te pompen. En ik moet nog een dametje in nood uit de kast halen. Daarna kunnen we allemaal naar de kade om naar Elvis en Mark te luisteren. Flip, flop, ik voel me weer top. Flop, flip en ik voel me tip. Flip, flap, zing ik hier voor de grap. We doen de flip, flap en de flip, flap, flop. Hoera, hoera, goed zo, jongens. Goed zo, mannen. Nou, ontzettend bedankt, Sam en Jenny. Ik wist niet dat de composthoop zo gevaarlijk kon zijn. Daarom heb ik Mark geadviseerd om hem om te scheppen en te laten afkoelen. Mark? Ja, dat klopt. Mandy zei het de hele tijd, maar ik wou niet luisteren. Ik was dus een beetje eigenwijs of zo. Maar hoe kon dat vuur nou uit zichzelf ontstaan? Toen Mark de pompoen plukte, bleef er een gat achter. De compost was al erg heet en toen de lucht in het gat kwam, ontstond het vuur. Het spijt me allemaal. Ik wilde zo graag dat het een groot succes werd en nu heb ik alles kapot gemaakt. Dat heb je niet hoor, pap. Ach, lievertje. Dus alle bloemen en planten zijn nog steeds intact, of niet? Oh ja, baas. Behalve mevrouwtje Tomaatje. Mooi. Dan gaan we het beoordelen. De winnaar is... de waterkers, gekweekt door Jaap en Sarah. Ja! Maar er is meer. Er is een extra prijs voor de grappigste inzending. De opplaktomatenplant in de brandweeremmer. Oh, nee. En wie heeft die prijs dan gewonnen? U ben ik bang, baas. Het spijt me heel erg, maar ik had een soort van een ongelukje. En wat? Oh, Crispijn. Hé, hey, laat los! Jij moet loslaten. Oh. Goed gedaan, Norbert Puck. Nou, dat zou niet gebeurd zijn als jij niet zo'n slome slak was, Sarah. Genoeg. Doe het lekker zelf, eigenwijs joch. Bekijk het maar. Goed, ga maar. We hebben je helemaal niet nodig, hè, Wally? Wally? Ik ruik een brandlucht. Huh? Oh, nee. De taart. Oh, Norbert. Ik bel brandweerman Sam. Oeh, brand in de keuken van de familie Voet. Brand in de keuken van de familie Voet. Ga er zo snel mogelijk naartoe. Goed, oké. En waar moet ik dit nu in stoppen? Het is de oven, Sam. Hij staat in brand. Geen paniek, Mark. Wij regelen het. Het is een elektrische oven, Elvis. Schakel eerst de stroom uit. Die zit daar. Oké, Sam. Gedaan, Sam.
Nou, ik denk dat de taart nu wel uit de oven kan, Elvis. Oh, nee. Mama's taart. Mijn keuken. Je mag nooit weglopen als een oven aanstaat. Maar ik heb de tijd toch ingesteld? Die was dan duidelijk te lang. Oh, sorry. Het is ook mijn schuld, Sam. Ik had moeten controleren of hij goed was ingesteld. Oh, maar wat moet ik nu met het verrassingsfeestje voor mam? Ik heb alles verkeerd gedaan. Ik was gemeen tegen Mandy en Sarah. Ik wou namelijk dat alles helemaal perfect zou zijn. Kijk, er is nog tijd genoeg. Als wij je mogen helpen. Wij kunnen ook wel helpen, Mandy. Als je maar niet gaat vitten, Norbert. Nee, dat beloof ik. Oh, er is brand bij Mark Voet thuis. Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is niet? Sam! Is het het kampvuur, Mark? Nee, het is in de woonkamer. Gasmaskers op, mannen! Alles onder controle. Gelukkig was het niet erg. Dank je, Sam. Bedankt, hoor, Sam. Hoe is het eigenlijk begonnen? Het was mijn schuld. Ik legde een doek over de pompoen, zodat het op het spook van Piekepolder zou lijken. Om eerlijk te zijn, liet ik de kaars branden. Laat nooit een kaars branden als je weggaat. En leg helemaal geen doek over een vlam. Het spijt me. Het was echt geen opzet. Ik wilde alleen maar de bankmaakwedstrijd winnen. Meer niet. Het was een ongeluk, Norbert. Geen zorgen. Maar het vuur heeft wel voor een hoop rommel gezorgd. Ik maak het allemaal schoon. Ik help. Ik ook. Laten we allemaal gaan helpen. Ach, dat zou geweldig zijn. Onthoud nou eens, Norbert. Alles heeft zijn tijd en alles heeft zijn plaats. Oké, Sam. Dat beloof ik. We hebben, geloof ik, een winnaar. Wacht! Oh, ik heb nog geen opdracht gegeven. Oh, dit wil ik wel eens uitproberen. Oh, gelukkig, daar ben je weer, Sam. Wauw! Kijk toch eens, wat een rook! Het ruikt of er wat schoeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, zo. Toch jammer dat niet alle branden zo lekker ruiken, hè, Jenny? En, heb je al je klusjes gedaan, Sam? Nee, nog niet. Maar ik heb Mark van het dak gered, een rijdende bus gestopt, Norbert uit het cement gehaald, met de skateboard helemaal naar de kazerne geskate om alarm te slaan en ik heb een brand geblust. Oh, dus daarom hadden we hier vandaag helemaal niks te doen. Ja, Sam heeft alles opgeknapt. Ach, je weet wat ze zeggen. Een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Oh, Sam, we hebben het er even over gehad. Omdat jij op jouw vrijdag ons geholpen hebt, willen we jou nu helpen. Ik schilder je voordeur, Sam, met alle plezier. En ik doe al het strijkwerk. En Norbert hier gaat de tuin schoffelen de komende 3 maanden. Oh, mam. Dat is geweldig. Dank jullie wel.
Brandweerman Sam, krijg ik nu mijn skateboard weer terug? Je skateboard? Was ik door alle opwinding vergeten. Weet je, ik ren terug naar de kazerne. Oh, help me! Ik kan niet stoppen! Zoals ik al zei, een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Rustig, commandant. Ik kom u redden. Ja. Wij zaten goed. Oh, het spijt me, Sam. We zijn weer de laatste. De race is nog niet voorbij, Duwertje. Wie weet wat er nog gebeurt. Oh, dit voelt niet goed. Laten we teruggaan. Wat? En verliezen? Maar ik heb toch al door al gezegd dat ik die beker zal gaan winnen, Mandy? Oh! Auw! Wat is er? Auw, mijn voet! Auw, die doet pijn! Ik krijg het niet los! We moeten om hulp roepen! Help! 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 Oh, dat klinkt als mijn Norbert! Het komt daar vandaan. De prijzen zijn top in Dimmetje Shop. De prijzen zijn top in Dimmetje Shop. De prijzen zijn top in Dimmetje Shop. Norbert, alles goed met je? Oh, het doet toch zo'n pijn, mam? Zijn jullie verdwaald? We zijn helemaal niet verdwaald. Maar als jullie niet verdwaald zijn, dan... Norbert Buck! Jij was toch niet... Je was toch niet aan het valspelen? Wel, mam... Ah, ik krijg die knoop niet los. En ik heb geen mobieltje. We moeten hulp halen. Oh, dat gaat weken duren. Niet met het humeur dat ik nu heb, Norbert. Kom op, Sam. Zet je beste beentje voor. De prijzen zijn top. Die wat je shop. De prijzen zijn top. Die wat je shop. De prijzen zijn top. Klikspaan. Vuilspeler. En dan kunnen ze nu elk moment zien binnenkomen. Daar zijn Elvis en Mark op de hielen gezeten door Sarah en ja, of wat, Sam en Duwertje. Dit ziet eruit als een nek aan nek. Dit wordt een fotofinish. Maar wacht, wat is dit nou? Sam en Duwertje, de driebenige snelheidsduivel. Kijk, zijn ze vlammen. Haha, het is een geluk. Wat een race. Oh, ah, fantastisch, Duwertje en Sam. De beker moet wachten, commandant. We hebben een noodgeval op de hei. Wat? Norbert heeft zijn enkel verstuikt. Oh, ik zal Tom wel zeggen dat hij er ook naartoe moet gaan. Oké, Norbert. Je gaat een tochtje maken. Oh, dank je, Sam. Dat is niet eerlijk. Norbert speelt vals en mag mee met de helikopter. Rustig maar. Spring er maar in, Mandy. Oh. Cool. Blijf die bus. Hey, mag ik je handtekening, Elvis? Oh, natuurlijk, ja. Oh, je hebt die van Sam hier ook al, zie ik, hè? Ja, want hij redt elke dag mensen en hij mag lekker in Jupiter rijden. Maar voor jou is dat voorbij, hè? Ja, nou, ik denk het wel. Stop! Wat is er aan de hand? We hebben te maken met een bosbrand. We zijn bang dat het zich uitbreidt. Oh, dat klinkt ernstig. Misschien moet ik meegaan om te helpen. En hoe zit het dan met je tv-show? Ja, op de eerste plaats ben ik brandweerman, hoor. Oh, daar is brandweerman Sam! En daar komt Tom! Cool! Is alles goed met jullie? Nou, ik voel me wel wat zwakjes. Een broodje zou kunnen helpen. Oh, niet nu, Norbert!
Het is nu te laat om nog naar je tv-show te gaan. Niet als je met de helikopter gaat. Spring erin, Elvis! Wauw, fantastisch. Net als een echte superster. Elvis, wacht. Je vergeet iets. Succes. We gaan allemaal naar je kijken. Bedankt. En ik zal morgen op tijd terug zijn, hoor. Ah! Oh, die vogel eet al mijn broodjes op. Dat is een roodgekuifde vlierenfluiter. Niet bewegen, Norbert. En nu, helemaal vanuit Piekepolder, Elvis Crispijn. Ik wil even de groeten doen aan al mijn vrienden in Piekepolder. Met name aan brandweerman Sam en Jenny en natuurlijk commandant Staal. De beste collega's ter wereld. Hebben jullie dat gehoord allemaal? Hij noemde mijn naam. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt.